Wie aanbid jij in de woestijn? Misschien ken je het vooral wel van het volk van Israël dat verdrukt was in Egypte en hard moest werken. Ze moesten zwoegen en zo en God had medelijden met ze. En God bevrijdde hen daarvan. En ze kwamen uit slavernij en op een gegeven moment belanden ze voor de Rode Zee. Met het hele volk waren ze voor de Rode Zee en er leek geen mogelijkheid meer te zijn om gered te worden, want de vijand ging achter hun aan. Op een gegeven moment schreeuwden ze uit naar God en zeiden: Heere God, hoe kan het nou? U heeft ons bevrijd en we willen graag, het is toch uw wil? En op een gegeven moment, God maakte de zee open en ze gingen er doorheen. En ze kwamen naar de andere kant en ze dankten God en zeiden: Heere God, dank u wel. Heere God, dank u wel voor wat u heeft gedaan. Maar na de Rode Zee, zoals je weet, belanden ze in de woestijn. In de woestijn hebben mensen honger, gaan ze mompelen, gaan ze mopperen en gaan ze van alles doen. En zo ook het volk van Israël ging mopperen tegen God en ervaarde God niet zo meer. Ze waren eigenlijk vergeten wat God had gedaan voor hun. En op dat moment gingen ze een gouden kalf maken. En dat gouden kalf vereerden ze als een god. Want hun eigen god waren ze kwijtgeraakt. En nu zo ook voor ons in deze tijd. Nu zo ook voor ons in deze tijd. Wij zijn uit slavernij bevrijd. Wij leefden in de dood. Maar God heeft ons uit de dood gehaald om te leven met hem. Wij komen op opwekking en we zijn bevrijd van slavernij. We zijn bevrijd van onze banden. En we juichen naar God en zeggen: Heere God, oh Heer, u bent welkom. Heer, u bent welkom. En we zeggen dat tegen God. En we komen thuis en we merken dat de vijand onze gedachten aanvalt met de vraag: maar jij bent helemaal niet vergeven, maar jij bent helemaal niet gered, want er klopt niks van. En op dat moment roep je het uit naar God, want je zegt: Heere God, u heeft toch gezegd dat ik vrij ben. En God maakt die zee open en zegt: ik hou van jou. En het einde van de zee dank je God voor wat hij heeft gedaan. En op dat moment dat je God dankt, beland je ook in de woestijn van je leven, van je geloofsleven. En wat doen veel christenen? Ze gaan op dat moment niet meer God aanbidden. Hun focus gaat niet meer op God, maar hun focus gaat op het eigen beeld dat ze maken van God. Ze gaan het zoeken in de wereld, ze gaan het zoeken op het internet, ze gaan het zoeken op allerlei andere dingen, waardoor de focus God verplaatst van plek 1 naar plek 2. En dat kan er misschien zelfs tot leiden dat jij het beloofde land mist. Vereer jij het gouden kalf dat je zelf hebt gemaakt in de woestijn, jouw eigen wereld, vereer dat? Of vereer God de Vader? Want onze God staat nooit teleur. Onze God heeft jou bevrijd vanuit de dood naar het leven. En onze God wil redding brengen en herstel. En wil jou in de woestijnperiode voorbereiden voor het beloofde land waar jij op weg bent. Eer God, ook in de woestijn, houd je ogen op hem. Want hij wil jou brengen naar het beloofde land. Want het kan er zelfs tot leiden als jij je gouden kalf vereert en God uit het oog verliest, dat je net als de Israëlieten het beloofde land miste. En dat is niet wat God wil, want God heeft jou gemaakt voor een leven samen met hem. Zoek het daarom in de woestijn bij hem, want hij is onze God.